We gaan nu verder met deel 2 van de Louisiana Crawfish Bowl. Die grote wil je. We moeten met je hand pakken, denk ik. Ja, dag. Pak jij het dan met jouw handen. Heb je hem aan? Okay. Wendy is gangster. Wendy gaat hem erin doen. Is een gebed, hè? Is gebed. Laat is hem gebed. Vallen, hè? Heere zegen deze. Heere zegen deze. Au. Nog die, doe die andere dan gelijk. Nee, de levende eerst. Nee. Die kleintjes doen we als laatst. Oh. Die zijn sneller klaar. Ja, die zijn sneller klaar. Ja, oh. Daarna daar komt. Engel ben je preen, wie zou moxie lang aan den. We blijven nog hier. Nee, den moxie lang aan den. Hallo babes, daar ben ik weer. Ik zit heerlijk buiten. Welkom ook alle nieuwe abonnees. Heerlijk dat jullie geabonneerd zijn op mijn kanaal. In verband met het en een lange proces van de Louisiana Crawfish Bowl. Vandaag dus meerdere video's achter elkaar. Dan kun je dus zeg maar even een pauze nemen en dan verder kijken. Ik upload 15 minuten per video. Dus vandaar dat ik hem in meerdere delen moest hakken. Maar desalniettemin, het wordt leuk, het wordt grappig, het wordt hilarisch. In iedere video doe ik het recept erbij. Met de kruiden die ik gebruikt heb en de kruiden die ik eigenlijk had moeten gebruiken, dat zien jullie ook. Dus je kunt gelijk achter elkaar doorkijken, maar het zijn wel 3 verschillende video's. Sorry daarvoor. En ik denk dat het belangrijkste is de ingrediënten, want daar gaat het om. En ja, de hilarische situaties die zich hebben voorgedaan tijdens het hele proces, die zitten er ook bij. We gaan nu verder met deel 2 van de Louisiana Crawfish Bowl. Dus heel veel kijkplezier. Dit is dus het pakketje van Amazon. Net opengemaakt. Met de kruiden voor de crawfish bowl. Dit zijn dus de Sutter-Inch kruiden. Deze heb je ook zeker nodig, want ik zie het in alle video's terugkomen. Ook van Sutter-Inch. En dit is de Old Bay Seasoning. Nou heb ik gehoord dat deze ook in Rotterdam wordt verkocht of Den Haag. Als ik weet waar het is, plaats ik het onder in de beschrijving. Dit zijn dus de kruiden die ik besteld heb en die dus niet op tijd binnen waren. Jammer. Maar de vervangende kruiden hebben fantastisch werk verricht. Het was super, super lekker. Ook al zei ik het zelf. Is lekker aan het borrelen. En het ruikt lekker hier. Kado. Oh nee, dat maakt niet uit. Die grote wil je. We moeten met je hand pakken, denk ik. Ja, dag. Pak jij het dan met jouw handen. Heb je hem aan? Okay. Wendy is gangster. Wendy gaat hem erin doen. Is een gebed, hè? Is Wendy, gebed. Laat is hem gebed. Vallen, hè? Heere zegen deze. Heere zegen deze. Au. Nog die, doe die andere dan gelijk. Nee, de levende eerst. Nee. Die kleintjes doen we als laatst. Oh. Die zijn sneller klaar. Ja, die zijn sneller klaar. Ja, oh. Daarna daar komt. Engel ben je preen, wie zou moxie lang aan den. We blijven nog hier. Nee, den moxie lang aan den. Ja, we blijven nog hier. Begin ik dingen weer uit te halen, want dadelijk heb ik geen remmen stroeven. Kijk, deze zijn al gaar. En de kreepjes. Oh, dat ruikt wel lekker, zeg. Ja, dat ruikt echt super lekker. Oh, god heerlijk. Ja, dat okay. Die wat valt. Jeruzalem. 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 Zo. Nee, wacht even. Oh, kom nog niet meer. Deze gaan er nu uit. Die ligt er zo eerbiedig bij met zijn handjes gekruist. Ah. Asap, dat ook deed je naar kinderen toch? Dat deed ik bij, hè? Zo. Oh, ik dacht dat het een aardappel was. Kijk, ze worden wilder en wilder. Ze worden wilder, ze gaan scheiden nu. Nee, ga ze zo erin gooien. Ja, wacht nou. Ik moet toch een houvast hebben. Dan pakken ze bij mijn vinger.
Daarom zet ik het schuin toch. Check, check, check die tori. Zo. Jullie wilden in mijn koelkast lopen, toch? Ga daar lopen. Mikado. Hé. Hey. Woei. Hey. Kijk uit. Wacht, wacht, wacht. Wacht. Volgens mij hebben we te veel hoor. Ja, stop maar even. Het was heel lief aan buigen. Hoe lang moet dit erin blijven? Kleine 10 minuutjes, dan zijn ze klaar. Oké. Okay. Volgens mij hebben we echt te veel, hè? Ja, voor de pot wel, ja. Voor de pot, hè? Hé, hey, er kunnen wel nog wel wat bij. Deze doet te wild. Ja, laat hem. Oh. Zo, hij is echt zeg je dat? Ja. Hij is echt aan het vluchten. Die is aan het vluchten, hè, voor die pan. Oké, deksel erop? Ja, ga ik deksel erop doen en dan gaan we chappen. Ai, ai, ai. We gaan nog één keer... Ja. Kijk, we gaan aan tafel. Dit is feest. Oh ja, maar die mais en die andere dingen zitten natuurlijk aan de onderkant, hè? Voilà. Maar het gaat natuurlijk om dit, hè? Ja. Seafood deluxe. En we zijn ready. Het ruikt saus. Lekker. Een drankje. Maar is die... Alawen. Ze zijn er. BA's eten, seafood. Is die seafood? Wat is dit? Zoete aardappel. Oh, die vlucht is wel weer goed, zeg. Nou, lekker, Wen. Wil je weggaan? Ik ga het nu proberen. Wil je alsjeblieft weggaan? Lug. Zoete aardappel is spal. Zo lekker. Oh my god. En dit? Dat is een lang gezien, hè. Alweer. Mais. Ik ben zo gelukkig. Oké. Okay. Het is echt lekker. Thanks. Kijk, een schmand, joh. Maar dat sausje is wel een soort van pan. Zo, niet een soort van. Ik wil dat recept. Cloud is echt lekker. Heerlijk. Eigenlijk wel jammer dat ze... Wil je geen muis, Nova? Misschien ga ik een muis doen. Jen is bezig met de morning yoga session. Ik heb een deel gemist hoor. Poses die ik niet eens kan nadoen. In de regen. In de regen. Thank you, Lord.
Jen, hoe heet die zak eigenlijk? Baja, nu is dat precies wat ik leren. Jen is een zak, een zitzak aan het vullen met lucht. Ik weet ook niet hoe het moet. Zie je, het begint al aardig vol te lopen. Ik ga nog meer, hè, aan haar trolley. Ja, hij loopt al vol, ja. Ik begin te twijfelen dat ik niet kapot is. Oh, het waait hier wel lekker. De wind waait er toch gewoon lekker in. Ja. Kan de wind er gewoon niet in waaien? Is het nog niet vol? Nog. Kan de Asamboro? Ik moet even pauze houden. Oh, dan moet je hem rollen, hoor. Ja, maar het is nog niet helemaal vol. Oh, en dan met die crespen. Ja. Ik denk dat een van mijn bezoekers zo lief is geweest om dit... Oh, hij is gaaf, joh. Kijk hoe dat komt. Leuk, hè? Ik denk dat een Astrid dat heeft dan achtergelaten. Want wie is er? Astrid of een of Euro? Een van die twee, die zijn hier laatst geweest. Nou, Astrid of Euro, bedankt. Dag 2. Ik had gewoon te veel gekocht. Er is genoeg over om vandaag weer een tweede keer te koken. Kado. Vind je dit soort video's leuk? Abonneer op mijn kanaal. Zet zeker ook je notificaties aan. Dat is het belletje. Moet je op het belletje klikken. Dan krijg je die vleugels. En dan krijg je iedere week een melding. Woensdag en zaterdag heb ik uploads. Dan krijg je iedere woensdag en zaterdag een melding. Als mijn nieuwe video online staat. Remember, sharing is caring. Bye babes. Tot de volgende. Volgens Klauw.